Mijn naam is Katrien Josef. Ik ben 22 jaar en momenteel ben ik bezig aan een therapietraject. Dus momenteel studeer ik niet. Ik ben eigenlijk sinds mijn 4 jaar of zo opgegroeid geweest in leefgroepen tot mijn 9 jaar. En dan had ik een eerste pleeggezin en dan een tweede pleeggezin. Ook een beetje crisisopvangingen en zo. Ik had wel gewoon een dak boven mijn hoofd of zo. Geen thuis. Nooit een thuis. Dan op school was het dan natuurlijk ook moeilijk. Ik had geen structuur, discipline. Het zesde middelbaar, dat lukte nog wel net. Maar dan wou ik op kot gaan. En heb ik samen met mijn pleegouders eigenlijk beslist om wat op te zoeken van op kot, maar met begeleiding. En dan kwamen we eigenlijk op Brughuis neer. In het begin was ik dus ja, gewoon een student, ook met een rugzak. Maar ik had al snel last van paniekaanvallen en alles. En faalangst en hoe moet ik studeren. En daar kreeg ik heel veel hulp bij van mijn coaches eigenlijk. Ze hebben mij op heel veel vlakken gesteund en ook geholpen. Waardoor ik echt fel in een korte periode ben gegroeid als een persoon. En mijn kwaliteiten eigenlijk sterker zijn geworden. Dus dat is echt gek hoe Brughuis een persoon kan helpen. Echt. Sinds kort ben ik ook uitgehuisd uit Brughuis. En heb ik nu een studio eigenlijk. En ik probeer daar mijn thuis van te maken. Ik wil leven in plaats van overleven. Dat mijn problemen of zo niet in de weg staan van dat ik dat of dat niet kan doen. En dat ik eigenlijk gewoon alles kan bereiken dat ik wil.